Vrijdag 21 juni was het Filmtheater het toneel waar de eerste en tweedejaarsstudenten van de HKU Hilversum hun eindejaarspresentatie hebben gehouden. Een echte jury moest de inzendingen beoordelen in de categorieën experimenteel, fictie, animatie en documentaire. En daarnaast was er ook nog eens een publieksprijs. Nou ja, wat je zegt, niet experimenteel, maar op zich zag je wel waanzinnig mooi geplaceerd uit. Ja. Mooi was het zeker. En daarom ook weer niet makkelijk. Dus werden we vriendelijk, doch dringend verzocht om te gaan. Merel Schrijver, mede-organisator, legt uit waarom deze mediale zo belangrijk is voor de studenten. Wij hebben de HKU mediale georganiseerd nu voor het tweede jaar in het Filmtheater Hilversum. En dat doen wij omdat wij het heel erg belangrijk vinden dat studenten zich tijdens hun studie al realiseren wat gebeurt er allemaal na mijn studies. Dat ze alvast in contact komen met het bedrijfsleven en potentiële opdrachtgevers of potentiële werkgevers. Calm Before the Storm gaat over de mens en de dansers in de videoclip die representeren de mens en die dansen en strijden met de lijnen die te zien zijn. En de lijnen die van boven komen die representeren de kosmos, het heelal en het geloof. De lijnen om de danseres heen die representeren het ik, de persoonlijkheid en het ego zeg maar. En de lijnen van onder, vanuit de grond, die representeerden de aarde en de industrialisatie. We hadden een visual effects team van 3 mensen en die hebben zich op de lijnen gestort, zeg maar, om het zo te creëren zoals het nu is. We zijn het hele land door geweest om echt de goede locatie te vinden, want we zochten grote lege ruimtes waar echt het individu alle aandacht zou krijgen. Dus we zijn in Amsterdam, Rotterdam, wil naar de Veluwe, hier in Hilversum in het bos zijn we geweest. Dus, ja. We hebben gekozen voor Calm Before the Storm. Dat is een liedje van een Amerikaanse artiest, Tab. Of Tab. Het is niet een snel up-tempo nummer waar veel kleur in voorkomt en wat een hele snelle montage heeft. Dus we wilden een soort van rust creëren. En omdat de 3 locaties toch heel anders zijn, hebben we toch gekozen voor een wat monochromere inderdaad kleurenpalet om daar toch die eenheid ook weer te creëren. Ja. We hebben een film gemaakt over een hondentrimsalon die gespecialiseerd is in showpoedels. En het gaat vooral over de vrouw die de trimsalon heeft. Want zij is heel erg, zij is echt geobsedeerd bijna door de honden. Haar leven is de showpoedels. En we hebben proberen te onderzoeken wat daar dan achter zit en waarom ze constant alleen maar met die showpoedels bezig is en waar dat vandaan komt. We zijn ook op zo'n hondenshow uiteindelijk geweest en daar zie je wel ook heel veel van die mensen. Maar we hebben ons uiteindelijk vooral op Natalie dan gericht. Omdat je ook anders, je kunt niet iedereens verhaal vertellen, we wilden dan specifiek haar verhaal vertellen. Deze vrouw wil heel graag winnen in alles. Ze wil overal de beste in zijn. En ze heeft natuurlijk een trimsalon. Dus met de showpoedels kan ze laten zien dat ze het beste kan trimmen van iedereen. Ik begreep de hobby ook niet echt. Dus ik denk, er moet wel iets meer achter zitten. En ik had eigenlijk altijd in mijn hoofd dat het eerst vooroordelen wilde bevestigen en dan dat steeds meer wilde afbouwen naar wat er nou echt onder zit. En dat is uiteindelijk ook een beetje de structuur geworden van de film. Je begint heel erg met hoe wij eigenlijk ook bij haar zijn binnengekomen van wat is dit en wat misschien wat gek of wat bizar. En uiteindelijk werk je toe naar wat erachter zit en begin je dat wereldje en de mensen en vooral haar dan te leren kennen.
Ik ben er heel erg tevreden over, maar naar mijn smaak had het hier en daar wat belachelijker gemogen. Maar ik wou voor deze keer een keer niet allemaal piemels en bloed in mijn film steken. Dus daar is het heel erg geslaagd. Ja. Je hebt je ingehouden, begrijp ik. Ik heb me ingehouden. Maar wel met, voor mij in ieder geval, succes. Ik vind hem nog steeds heel leuk op een brave manier. Nou, Sjaak en het Hospiteermechaniek is een film dat gaat over hospiteren. Op de manier van Sjaakje in de chocoladefabriek. Dus we hebben een grote hoofdman, onze Willy Wonka. Dat is in onze film Willem. En die leidt de mensen door de kamers heen, de hospitanten. En die vallen op basis van hun karakter in elke kamer af. Na de productie van in Amsterdam draaien was best wel pittig. Want nou ja, dat huis dat hadden we snel gevonden. Alleen toen we daar eenmaal buiten moesten draaien, hadden we toch nog wel wat problemen met boze buurmannen. Die het niet leuk vonden dat er een pik van 2 meter voor hun huis stonden. Ander probleem was dat het politiebureau 2 huizen verderop zit. En we wilden een koelkast uit het raam gooien. Maar ja, dat leek ons uiteindelijk niet zo'n goed idee. Toen hebben we dat maar moeten animeren. Maar ja, dat kostte allemaal wat extra moeite. Ik ben er blij mee. Ik wou iets commerciëlers maken. En dat is naar mijn idee gelukt. Want mijn vriendin die vindt het zo stom dat ik nog steeds bij mijn ouders woon en chill. En ze zei zoek een kamer of anders iemand anders die jou neuken wil. Dus de nood is best wel hoog om echt heel goed over te komen vandaag, man. Dus kop omhoog, pik omlaag, stap naar voren, hoi, ik ben Sjaak. Het is gebaseerd op Revolutionary Road, film van Sam Mendes. Het gaat over een huisvrouw wiens dromen worden beperkt eigenlijk doordat zij dus zwanger wordt. En doordat zij een huisvrouw moet blijven, terwijl zij ambities heeft om meerdere dingen te doen in haar leven en een hoger doel te stellen. Het is een multiscreen installatie met 3 schermen. En die schermen werken met elkaar samen. En onderbouwen elkaar, waardoor het verhaal beter overkomt. In het begin gebeurt daar hetzelfde. Zie je het hoofdpersonage van 3 kanten. Maar op een gegeven moment veranderen het linker en het rechter scherm in haar droom en de realiteit. Het onderbouwt gewoon heel goed wat we willen laten zien. Want het klapt eigenlijk het persoonlijke verhaal van April uit. Omdat je haar droom en de werkelijkheid en het heden ziet in 1 oogopslag. Op een of andere manier kwam het miraculeus gewoon bij elkaar. En dan gebeurde er in het linkerscherm iets wat in het rechterscherm ook gebeurde. En dat is, ja, ik denk dat het toch een soort onderbewuste timing is of zo, ja. die je al in je hoofd hebt. Zeg me dat we de baby in Parijs kunnen hebben en dat ik dit niet hoef te doen! Dat kan niet, April. Dat kan echt niet. Waarom niet? Ik heb dit er allemaal niet nodig. Ik wil een doel, ik wil passie, ik wil tot mijn recht komen. Met of zonder de last van een kind. De last? Dat klinkt alsof het krijgen van kinderen een straf is. Hoe kun jij zo denken? We kunnen niet meer naar Parijs, April. Sorry, het is zo. En niet anders. En ik wil het er niet meer over hebben. Wat wil je van mij? Het is mijn afstudeerfilm van dit jaar. En het was een vrije film waarin we geheel zelf mochten bepalen wat je in beeld bracht, wat voor film het wordt. Ik heb gewoon gemaakt wat ik leuk vond. Je hebt, het heet Facing the News. En ik zie veel krantenartikelen. Kun je iets over de techniek vertellen die je hebt gebruikt? Ik heb eigenlijk wekenlang in kranten zitten knippen en kolommen tekst uitgeknipt, die bij elkaar geplakt en daar volgens figuren uitgeknipt. En toen ik daarvan genoeg verzameld had om de krant te laten bewegen, heb ik vervolgens de stopmotion opgenomen. Ik had 2 armen gemaakt van draad en textiel. En die heb ik dan tegelijkertijd met papieren onder de camera laten bewegen. Ik heb eigenlijk expres geen muziek en geen stem van een man erin gebruikt, maar alleen maar geluidseffecten die letterlijk horen bij wat zich afspeelt. Het is een buitenlandse krant, lijkt mij, of is het een onbestaande taal? Het is een
een geheel neutrale taal. Ik wilde niet dat de krantenkoppen zouden afleiden van de animatie. Omdat je toch wel, als het in Nederlands was of Engels, ga je toch wel echt lezen. En nu ga je toch wel eerder kijken naar de animatie, hoop ik. Het gaat een beetje over iemand die al het nieuws in de krant best wel veel wilt lezen, maar het gewoon niet echt kan verwerken en vervolgens zijn eigen werkelijkheid daarvan creëert. Allemaal de rechte winnaars. Maar wat hebben ze nu gewonnen? Onze film die wordt getoond in bioscopen door Nederland heen. En we mogen op een festival staan in augustus. Dus. En we hebben een fles wijn gehad en een boek. Ja. En we gaan naar de filmbeurs. Oh ja, dat ook nog, hè? Ja, cool. Met de eigenaar van het filmtheater. Dat is een lunchafspraak met de CEO van Cake Entertainment. We kunnen één dagje meelopen met een editor van Media Monks. Die gaat ons dan een toekomstige film van ons helpen editen. We hebben afgesproken dat we shawarma gingen eten en gingen praten. En hij zou ons begeleiden bij ons volgende project. Maar ik weet zijn voornaam, Tom, die heb ik goed onthouden. Maar zijn achternaam er ook nog bij onthouden, dat werd echt heel moeilijk. Maar daarvoor mijn excuses. Volgende week woensdag, 3 juli, vanaf 7 uur 's avonds, zijn alle eerste prijswinnende producties bij RTI te zien.